Hallo, ben je ook lid van de pompoenfamilie? Kijk dan even naar dit filmpje. Bij de aankoop van je pompoen heb je een zaadzakje gekregen waar het zaad in moet dat we graag van je terug ontvangen. In deze video zullen we je uitleggen hoe je het zaad uit een pompoen kunt halen. Snij met een mes de pompoen in tweeën. Kijk goed uit, want de schil kan soms hard zijn. Met een lepel haal je de hele zaadholte eruit. De rest van de pompoen kan je gewoon in de keuken gebruiken. Elk zaadje zit met een navelstrengetje aan het vruchtvlees. Maak dit los en haal de grootste stukken vruchtvlees eraf. Om de zaden verder schoon te krijgen, doe je ze in een washandje of iets dergelijks. Onder de kraan wordt het washandje met de zaden stevig gewreven. Hierdoor laat het laatste vruchtvlees los. Je ziet dat de zaden nu schoon genoeg zijn. Je kan ze eventueel in een vergiet nog even naspoelen. Om ze te drogen, strooi je de zaden nu uit op een stuk vetvrij papier, een theedoek of een broodplank. Gebruik geen krant of keukenpapier, want daar plakt het zaad aan vast. Laat de zaden heel goed drogen, het liefst in de zon of in de buurt van de verwarming, maar niet te warm. Als de zaden op het gevoel droog zijn, laat je ze nog minstens een dag liggen om echt goed op te drogen. Toen je de pompoen kocht, heb je daar een zakje en een antwoordenvelop bij gekregen. Doe de zaden daarin, vul de gegevens in en doe de envelop op de post. Volgend jaar gaan wij deze en alle andere zaden weer uitzaaien voor een nieuwe oogst.